Het is een lang proces geweest. Het boek heeft te maken met mijn eigen levensgeschiedenis, dus waar ik vandaan kom. En in mijn levensgeschiedenis was macht en liefde vaak gescheiden, ook in religieuze zin. Dat betekende dat God aan de ene kant als liefde werd neergezet en aan de andere kant was er vrees voor God, want God is ook machtig. Dat gaf dilemma's, dat gaf angsten. En in mijn loopbaan, ook in mijn professionele loopbaan, eerst als predikant en later in het bedrijfsleven, ben ik tegengekomen of het nou gelovig of niet gelovig is. Het maakt niet uit, maar mensen maken die scheiding. Dus ik ben de Bijbel op een andere manier gaan lezen. En toen ben ik gaan studeren. Wat heeft dit dan wel te zeggen? Hoe kan bij God macht en liefde een eenheid zijn? Ik heb zeker specifieke elementen willen erkennen, omdat macht en liefde, zeker als het over God gaat, vaak als gescheiden werelden worden gezien. Dan wordt God is liefde een soort compensatie vanuit een angst dat God ook machtig is en eigenlijk het verkeerde met je voor heeft. Toen dacht ik, dit kan niet waar zijn. Dus daar ben ik mee in gaan verdiepen. Toen ben ik een Joodse denker tegengekomen die op een gegeven moment zei, degene van wie je houdt, daar wil je bij horen. Het kan dus ook niet zo zijn dat de God van het Oude Testament, zoals wij dat dan noemen, een andere zou zijn dan die van het Nieuwe Testament. Het gebod in het Oude Testament is een gebod van liefde. En degene die jou thuis kan brengen en jouw leven geeft en jouw leven redt, daar wil je bij horen. En dan is het eigenlijk helemaal geen probleem, ook al struikel je 100 keer, om te proberen de regels van dat huis te volgen. God heeft mij lief. En mijn leven is veilig en daar heeft zijn Zoon Jezus Christus zichzelf voor gegeven. Die staat daar garant voor. Dus de macht van Jezus Christus wordt ingezet om ons te helpen, om ons te redden en om een vrij verkeer, een vrije interactie mogelijk te maken. Want liefde is altijd vrij, wordt nooit afgedwongen. Dus een afgedwongen geloof bestaat niet. Dat maken wij er vaak van. En dan krijg je fundamentalisme en of je dan christelijk bent, of moslim, of boeddhist, of hindoe. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Alles wat afgedwongen wordt, is niet vrij. En dat is ook geen liefde. Roept geen vertrouwen op en ook geen hoop. Nou, en dat probeer ik dan te vertalen. Hoe geef je nou leiding? Hoe geef je leiding in het bedrijfsleven? Hoe geef je leiding aan je organisatie? Hoe praat je met elkaar? Dus alle moeten, dat knecht ons eigenlijk. Ik heb er ontzettend veel zin in gehad. Dus ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Er komt ook veel respons, merk ik, op het thema. En spanning heb ik hier niet over. Want dan denk ik, ja, waarom moet ik hier spanning over hebben? Ik hoop veel meer dat er een gesprek op gang komt. En dat ook taboes worden doorbroken, maar ook vooroordelen. Dus in de vooroordelen zie je vaak dat bijvoorbeeld over het geloof en over de Bijbel bijna altijd in een soort negatieve zin wordt gesproken, zeker vanuit de samenleving. En denk ik, ja, dat hoeft helemaal niet. We kunnen veel mooiere dingen zeggen. Nou, dus veel zin in gehad en ik vond het eigenlijk heel leuk om te doen.